echte bewuste mensen en veganistische mensen en plantlijf. Mensen die bewust zijn wat ze in hun lichaam doen van voeding. Ik ben net terug van boodschappen bij de Ecoplaza en de Albert Heijn. Ik heb een hele gesprek gehad met een persoon van de fruitafdeling over GMO-fruit, echt fruit. Daar wist hij helemaal niks vanaf. Ik dacht al bij mezelf, mijn werkgever toch, je zou het toch moeten weten. Hij zegt, ja, pitloze fruit is ook gewoon fruit. Nee, dat is GMO-fruit. Dus ik ga niet in discussie, maar dan weet u gewoon dat ik wel wil weten waar ik naartoe was. Het ging over de watermeloen van Albert Heijn. En bij Lidl raad ik aan, bij Lidl en Aldi, geen fruit te kopen, want in de Lidl watermeloen zit geen pitten. En ik heb zelf in het verleden bij een boerderij gewerkt, in de tuinafdeling. En ik heb vroeger, dus in ieder geval, fruit hoort een pit in te zitten. Dat is gewoon hoe de natuur werkt. Net als de man, er zit ook zaad in. Maar het is heel anders, het is niet fruit. Maar alles hoort gewoon een pitje of een zaadje in te zitten, of een vrucht. Weet je, het is niet pitloos, bestaat niet, gewoon GMO. Klaar. Maar ik heb dit gekocht bij de Albert Heijn. Ik heb misschien wat ik gekocht heb. En dan ga ik naar de Ecoplaza. Wat ik gekocht heb met de Ecoplaza. Watermeloen, biologische banaantjes, diepvries, aardbei, blueberries voor in de vegan yoghurt, spinazies in de aanbieding. Er komt een nieuw assortiment. Het is 1,10 euro is het geworden. Knoflook. Er komt een nieuwe hiervan. Dan wel van Alpro. En knoflook, ook biologisch. Visstukjes in de aanbieding. Deze Eat Plant Free of Palm is ook in de aanbieding. 1+1. Blueberries zoals altijd. Hummus, altijd lekker. De goedkoopste wel. Biologisch hummus, altijd beter. Wilde persiken. Lekker. Biologische uitjes. Ook biologisch. Al belangrijk biologisch. Dit was in de aanbieding ook. 1+1 gratis. Net als dit is ook 1+1 gratis. En dit is ook 1+1 gratis. Dit zijn de vegan burgers. Lekker. Kokante burgers. Ook vegan. Zaknoten. Altijd goed voor de gezondheid. Ongezout. Is niet biologisch. Maar er zit wel vitamine E in. En zonder E-nieuw is altijd heel fijn. Alpro was ook in de aanbieding. Maar ik heb 1 gekocht. Omdat ik dat gewoon fijner vond. Vond het dan met mijn tas te vol. En Lieve Passie is altijd veganistisch. En Dream Oat. Havermelk. Dan gaan we nu naar de Ecoplaza. En dan heb ik de George pindakaas gekocht. Ook biologisch. Kabocha in de aanbieding gekocht. Voor beter stoelgang. Ook vegan. Paprika voor de fraps. Rode bonen ook in de aanbieding. Dit is allemaal in de aanbieding. Volgens mij was dit ook in de aanbieding. Ik weet niet zeker, maar volgens mij wel. En fraps was altijd. Ook vegan, zoals jullie weten. En dat ik allemaal gekocht heb. Dit is natuurlijk wel voor een paar weken. Dus dan denk ik niet van, oh, dan ga je in één dag opeten. Ja, de fruit en groente ga ik in één dag wel deze week opeten of gebruiken. Of nuttigen. Maar dit is wat ik voor mezelf als één persoon eet. Ik eet best wel, als veganist, is het heel lang om met regelmaat in een bepaalde tijd te eten. En ik ben heel bewust van mijn voeding en mijn gezondheid. Ik ben ook bewust van de spullen die ik op mijn lichaam doe, zoals body lotion en deo. Want in heel veel deo zit gewoon troep. En stoffen waar je kanker door kan krijgen. Ik vind het een misdaad tegen de mens, vind ik zelf. Want ik zou tegen die man eigenlijk hoor je gewoon neer te zetten van dit is nep fruit, dit is echt fruit. Dat de consument zelf kan kiezen wat hij wel of niet wil. Natuurlijk bestaat er ook iets als klassediscriminatie. Dat mensen, niet alle mensen hebben het zo breed als ik financieel. En ik ben ook heel erg gezegend daarmee, ik mag niet zeuren. Maar heel veel mensen kunnen niet die gezonde levensstijl bekostigen. En dat vind ik wel een kwalijke zaak. Dat is mijn mening, want ik ben voor rechtvaardigheid, want ik ben een weegschaal. En ik vind gewoon dat gezond en biologisch natuurlijk gewoon basis voor iedereen moet kunnen zijn. En ik ben pro-Zwitserland, want Zwitserland heeft de zaken wel niks orde op gezondheid. En mijn grootste droom natuurlijk is daar naartoe te gaan. Of een keer te bezoeken, want ik ben heel pro-Zwitserland op gezondheid. Want Nederland neemt, dat Nederlandse zogenaamde nationaliteit, rijk, het land wat ook gemaakt is door de mens, neemt gezondheid niet serieus. Vind ik. Dat is mijn mening en dat mag ik vinden. En vandaag de eclipse. Ik voel het zo intens, eclipse gevoel. De tweeling, Gemini energie.
En de Jupiter van boosgroeide energie. Ik voel het allemaal, het gaat allemaal door elkaar heen. En ik krijg dingen uit mijn verleden terug. En ja, ik merk dat ik aan het hele ben en mijn proces. En dat ik iets sneller aan het praten ben. Maar dat was ook bewust van dat ik aan mijn keelchakra mee mag werken. En aan mijn sacrale chakra. Dat heeft te maken met spiritualiteit en creativiteit en voorplanting. Dat weet ik allemaal bewust van. En dat ga ik ook allemaal doen in kant-en-kant-therapie. Maar nu heb ik andere dingen wat belangrijk is op dit moment. Dat is ook belangrijk. Maar op dit moment ben ik met mijn gezondheid en gezonde voeding bezig. En met mijn YouTube-kanaal. En ja, ik heb zoveel dingen wat ik aan het doen ben. En ja, ik ga alleen maar op. En ik ga het allemaal goed met me. Ik ben zo blij dat alles, ja, dat het gewoon allemaal toelacht. En dat ik gewoon, ja, dit mag ervaren. Nou ja, jongens, like, deel, abonneer. Ik weet nog niet of dit mijn laatste vlog is. Maar fijn. Nou, net gekookt, een potje gekookt voor 2 dagen. Doe ik altijd vaak. Verkoken voor 2 dagen is wel handig. Financieel ook. En gewoon dat het gelukkig makkelijk is. En ik heb spaghetti. Het is niet spaghetti, het is meer pasta met diepvriesspinazie en vegan visstukjes die de aanbieding zijn. Als je voorheen hebt gezien, een beetje veel sambal. Ik ben bezig om minder sambal te eten. Dat is ook niet goed voor mijn darmen. En ik ben heel erg bezig met minder suiker te eten. Ik heb sowieso geen snoep, geen suiker. Maar ik probeer me nog meer bewust te zijn van de verpakking te lezen. En alleen fruitsuikers in te nemen en goede suikers. Dus ja, zo ziet mijn bordje eruit. Met mijn lekkere vissticks en een beetje van sambal. En mijn limo. Dus. En dan ga ik nu een hapje eten, want ik heb echt gewoon heel veel trek. En dan, ja, faxen.